Dus ik had eigenlijk nog 3 afleveringen van de Minecraft Survival klaarstaan, maar die gaan niet echt online komen omdat die met mijn oude microfoon zijn opgenomen. Want ik neem nu op met mijn nieuwe microfoon. Die man dus, ja, hij dus. En ja, ik wil gewoon geen video's meer met die oude slechte microfoon. Misschien is deze even slecht. Dat weet ik niet. Hopelijk niet. Maar ja, dit is soort van de compilatie geworden. En dat gaan jullie nu gewoon zien. Dus ja, veel plezier. Die aflevering begon ik met bomen om te hakken. Daarna ging ik wat mobs bevechten voor XP. En ik vond nog een zombiesquad. En ik vond ook nog een skelettensquad. En geloof het of niet, er was een zombie zo vrijgevig om een carrot te droppen. Het is dan ook logisch dat ik erna direct ging beginnen aan mijn carrot farm. En ik pakte eerst nog een bucket water. En ik weet niet waarom. En ik begon dan direct aan. En daarna ging ik ook al direct mijn carrots planten. En zie gewoon eens hoeveel carrots dat er direct waren. Thanks to bone meal. Daarna ging ik nog wat bomen omhakken. Ik weet niet waarom, maar ja. Daarna ging ik mijn oude basis verwijderen. Omdat ik daar later een pad over ging leggen voor mijn dorp dat er gaat komen. Super chill natuurlijk. Daarna ging ik nog een torch renamen die mijn oude basis zat. En ging dan daarna ophangen in mijn kamer. En dat zag er gewoon zo uit. Ik vind het gewoon super cool dat een oude torch van mijn oude basis, van mijn eerste basis, in mijn kamer hangt. Ik had de ginger trap een beetje aangepast. Ik heb zeg maar van onder de houtblokjes vervangen door andesite. En ik vind het er zo beter uit. Daarna liet ik zien welk pad ik al heb aangelegd voor het dorp en wat ik allemaal offscreen had gedaan. Ik had ook de woestijn en zo verfijnd. En ja, ik heb gewoon de grens tussen de woestijn en de taiga biome, ja, gewoon duidelijker gemaakt. Hier was ik bezig met mijn boerderij en zoals je ziet ben ik hier nu een pad aan het aanleggen. En tussen die paden, my paden, komen allemaal ja, kleine boerderijtjes en in elk boerderijtje kan dan een dier zitten. Zo zag je dan uiteindelijk zo'n één boerderijtje eruit. En zoals je ziet heb ik hier een bunny farm. En ik vind dat gewoon super cool omdat bunnies nieuw zijn in 1.8. En ja, dat is dan gewoon cool om een bunny farm te hebben, want ik heb er nooit gehad. En dat is gewoon nieuw. En ja, dat is gewoon cool. Ja, dat is. Alleen heb ik wel het enige probleem als ik mijn carrots ja, vast heb. En ze zijn geil, dan durven ze er wel eens over te springen. Dan had ik een woestijntempel gevonden. Dat dacht ik toch, want ik had die blijkbaar ooit los gevonden. En ik dacht er allemaal nieuwe spullen in zaten. En dat was ze niet. En dat was eigenlijk gewoon een dikke afgang. Na mijn dikke afgang was ik toch wel een beetje verdrietig. En wist ik niet echt wat ik moest doen. Dus was ik wel maar ja, met wat mobs aan het vechten. En ik ben ook even gegaan op Endermans. En van die twee Endermans heb ik allebei een enderpearl geven. Ik vind het toch lief dat de endermens mij getroost hebben. Ja, toch wel, toch wel. Zoals je nu gaat zien in mijn mobkist heb ik ook nog een paar slimeballs gevonden en een swamp verderop. En dat gaat voor een project zijn dat ik nog niet echt direct ga aankondigen. Hier was ik wel sugarcane aan het harvesten. En daarna begon ik met het designen van mijn automatische mob farm die binnenkort gaan komen. Want zoals jullie weten heb ik een skeletten spawner. En daar ga ik dus ja, een automatische skeletten ding van maken. Begrijpt je? En zo zag de skeletten spawner uiteindelijk uit. Alleen deze skeletten deed misschien een beetje ambetant. Maar wat er dan gebeurt, de skeletten wordt naar achter gedreven door het water. Dan wordt hij hier naar rechts gedreven en dan kunt je hem gewoon doodslaan. En dan krijgt hij gewoon zijn spullen en zijn XP en hij kan u niet raken met zijn boog. Geweldig. Zo, meer hadden jullie eigenlijk niet gemist. En hier komt gewoon een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Na deze aflevering kan je een download downloaden van deze wereld. En ik zeg gewoon op naar de nieuwe intro. Let's go! Yo mensen, ik train deze nieuwe video. En in deze video gebruik ik mijn nieuwe microfoon. Yay! Yay! Dus ja, ik gebruik die dus. Dat is natuurlijk super de chill. We gaan zo verder met de mob spawner. Maar eerst wil ik
laten zien wat ik allemaal heb gekregen van die skeletons. Ik heb dit allemaal gekregen. Ik vind het echt insane dat ik... Dit heb ik ook gekregen van een skeleton. En ja, dat is best cool. Alleen die power 2 boog ga ik niet veel hebben, omdat die al power 4 is. Maar ja, het is gewoon ja, vrij cool. Ik heb al bijna 3 stack rot flash. Nice, denk ik. En dan heb ik hier wheat, you know. I am wheat, high, weet ik veel. Zo, ik ben ook weer... Oh my god, moet het nu echt al mij overkomen? Ja, beter. Maar wat ik nu eerst ga doen, dat is enchanten. Nee, ik wil geen lapis enchanten ofzo. Oké. Oh, een breaking. Dat is niet goed. Binnen, good chestplate. Nou, ik heb mijn levels een beetje verspild. Ja, wat ik nu gewoon doen met over levels is deze bow repairen. Maar eerst voor deze bow gaan repairen. Ga ik deze even weggooien. Weggooien, ik weet wat ik bedoel. Gewoon de kist mee, tuurlijk. En dan ga ik deze en deze boog samenvoegen. Dan heb ik een altijd redelijk kapotte boog. Dan ga ik deze en deze samenvoegen. Ja. En als ik deze en deze samenvoeg... Dan is hij gewoon bijna volledig klaar. Dat kost 18. En ik wilde ook nog een naam geven. En dat was een soort van ooit mijn eerste serieuze naam. Op een haatbootel. Dus ik vind het misschien leuk om mijn boog Thunder te noemen. Dus hier is Thunder. Thunder de Poe. Fucking cool. En ja, maar ik vind tot hiertoe de microfoon, ik weet niet wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Soms is hij goed, soms vind ik hem wat minder. En ja, ik vind mezelf verwarrend, ja. Maar ja, er bestaat erger. Maar op zich is het geen slechte microfoon en ik denk toch wel dat mensen hem beter gaan vinden dan vorige. Dat hoop ik toch, want anders zou dat echt een afgang zijn. Dus wat ik nog moest doen is dit gewoon vervangen door Pol. Zo. Nice. Ja, zo wil ik het. En wat ik dan ga doen is een crafting table maken. En ik ga gewoon een lekker crafting table maken. En die steek ik dan hier. Nice. En wat ik dan van plan was is om een paar kisten te maken. Ik denk 2 kisten, ja. En laat ook eens even achter wat jullie vonden van de nieuwe intro. Want ja, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Op zich vind ik hem best goed gemaakt voor mij dan. Omdat ik niet echt geweldig ben in intro's. Maar ik vind het wel leuk, daar niet van. Maar ja, ik ben er gewoon rot slecht in. Ja, dus ja. Maar ik vind, ja, wel gewoon leuk. Dus ja, daarom. Ja. Ja, what the fuck. Dat was even raar of zo, weet ik veel. Ja. Dus ik moet hier ook nog van die dingen zetten. Dat wou ik ook nog doen. En dan wou ik hier een soort van nieuwe mode maken. En die gaat dan AFK mode noemen. Dat klinkt raar, maar ja. AFK mode. En denk van, what the fuck doe je nu allemaal? Zo, nice. Dus hier is de lava. En als het goed is, is de modus nu al een soort van klaar. Als het werkt natuurlijk. Oké. Dus. Nu moet de lava gewoon perfect daar komen. Ja. Ja, en nu wil er niks meer spawnen natuurlijk. Spawn iets. Ja, dankjewel. Die heeft chain armor. Cool. Het zou echt wel cool zijn als hij iets dropt van zijn chain armor. Ah, dat werkt. Oké, dan. Dat was niet zoals het moest. Oké. Dus de AFK mode werkt niet. Geweldig.
Maar ik kan er wel een andere oplossing voor doen. Maar dan is het al meer redstone getalenteerd soort van dingen, ja. Oh my god. Thunder, pak hem. Dank u. Oké. Dus dan moeten we iets anders gaan zoeken. Ik heb hier wel een idee voor. Het slot van deze aflevering ga ik toch wel afsluiten met een werkende mobspawner. En hoor je dat geluid? Ik doe toch niks en toch neem ze damage. Ik zal eens laten zien hoe dat kan. Dus dan worden ze hier in gedropt. Dus komt er nu nog een skelet aan. Ja, sorry, mijn machine morzelt ze nog hard. Dus er komt een skelet aan. En een blok vermorzelt die hele tijd. Ik zal eens laten zien hoe ik dat allemaal heb gemaakt. Nee, dat was niet de bedoeling. Dat moet aanblijven. Sorry. Dus, eerst heb ik een redstone spoor gemaakt naar de redstone torch. En die activeert iets. En ik kan al zien wat hij activeert. Hij activeert een spoor zodat deze minecart gaat bewegen. En dan wordt er een bepaalde tijd tussen... Ik weet dat niet, zoveel 3 seconden of 2 seconden ongeveer. En dan gaat de blok zeg maar heel tijd over en weer. En zo, wacht. Misschien kan ik het zo laten zien. En zo neemt ze damage. Ik vind het eigenlijk echt gewoon geniaal. Ik vind gewoon dat ik een geniale slotfase heb gemaakt. Ding, troep. Ik ben best trots op deze machine. En ja, er zijn al 25 pijlen. Dat gaat lekker. En ja, dan ga ik deze video toch afsluiten. Ik ga de machine een beetje laten doen. Dus vond je deze video leuk? Vast een blauw duimpje. Abonneer. Ik zie je de volgende keer. En de volgende keer meer dan. En ja, nog een leuke dag verder. Doei.